Breda Nu. Je weet het meteen. Tijdens de nog komende 3 avonden van Palm Parkies wordt de reeds bestaande toegangscontrole opgeschaald. Door vervelende ervaringen met bezoekers in de afgelopen weken is er geen glas en blik meer toegestaan. We hebben vanavond inderdaad de 5e avond van de Palm Parkies reeks in Breda. Dus we hebben al 4 avonden achter de rug. En in de voorbije 4 weken hebben we een aantal hele mooie avonden gehad met mooi weer, een leuk programma met eigenlijk duizenden Bredanaars die de weg naar het park vinden. Maar wij merken ook dat er een bepaalde stroom bezoekers is die zich wat minder aan hetgeen wat wij parkie gedachtegoed vinden kan houden. En dan hebben we het over eigenlijk geweld, het meebrengen van glas, problemen met honden enzovoort. En daarom hebben we een bijsturing in onze huisregels doorgevoerd waarbij we een verbod op glas en blik invoeren vanaf vanavond. Wat betekent dat voor de mensen die bij de ingang van het park aankomen? Mensen zullen eigenlijk gecontroleerd worden op hetgeen dat ze mee hebben. Het is dus niet de bedoeling dat je nog langer glas of blik meebrengt naar het park. Er zijn tal van andere oplossingen om je picknickkit eigenlijk in die manier, op die zin aan te passen. Ik denk dat iedereen daarvoor wel creatief genoeg is. Maar het is gewoon niet de bedoeling dat je glas en blik meebrengt en daar zullen we ook op controleren. Wat kunnen we nog de laatste, nog 3 keer? Ja. Wat staat er nog op het programma? Nou, we hebben nu eigenlijk 2 weken groot feest. We hebben vanavond waterproof shampoo. Hebben we gisteren ook in Dordrecht gehad. 2 uur lang eigenlijk alle klassiekers die in ons gemeenschappelijk muzikaal gedachtegoed zitten. Die gaan de revue passeren. Volgende week hebben we Wipneus en Pim. Een klassieker op Palm Parkies. Waarbij we het publiek eigenlijk betrekken bij de leukste disco hits. En iedereen ook meedoet. En we sluiten de zomer af met een streepje wat meer Zuiderse muziek met Radio Negra. Hele toffe Manu Chao gerelateerde band. En zo maken we de zomer af. Parkies is een ontmoetingsplaats. En we hopen dat we met deze bijsturing Parkies alleen maar leuker maken voor iedereen om te komen. En dat is de bedoeling. Breda Nu. Je weet het meteen.